Federatie voor Afrikaans Renamang heeft gisteren te Sinabo de moord op de slavin Missie Seri herdacht. Het was 273 jaar geleden dat Seri is vermoord en de negende keer dat de herdenking heeft plaatsgehad. Bij het Missie Seri en Zondagplein te Sinabo in het district Kommerwijnen werden kransen gelegd door de organisatie. Missie Seri was een moedige slavin die niet wilde liegen en de slaven van Sinabo niet door ziekte het leven lieten, maar door zware mishandeling. Zij werd daarom doodgeschoten en daarna onthoofd. Door het moedige optreden van Zondag haar zoon, die het hoofd van zijn moeder naar Paramaribo bracht, werd er opgetreden tegen de plantagedirecteur Pousset. Volgens federatievoorzitter Ivan Wijngaarden is het moraal van het verhaal van Missie Seri ook vandaag nog actueel. Maar die ja, karakter, daar je boos aan op. Nee, ik is wel vervat. En dit een kiri en een mamtje, een onvergeten mamtje, maar ik zei naar Seri, kies van, kies geweeg, zoet kiri, kot ede. Maar mamtje, teka ede van mama. Je moet ik zei, bon, tien lobby voor een mamtje, de lobby de maken, vaarlijk trang. Dat boy teka ede van mamtje, hoe een ma. Langa omati feng, saka gona, krutu bagra, na foto. Moto jase godrape, yuko langa ireta pa pasi langa oto. En isa, ye, fi saka ga foto da yabi, frudu, ya fara watra, ya tegestro, langa watra sego mei. Dus anno makriki, bij de bordo oto nobende, dus abe dewan kefalik sani gi, amamtsin, fuchara ede gona foto. En imo prakse, bu atenda di, den gramofono nobe abi de nobe ab leti de be musuroko nobe ma de nobe leti des if in lubu if chara elego ye kis problem na lanti sere ma masagara de buye bendanga den des lanti teka san sur yusu and they do undersuku I didn't do undersuku that in confini forensis undersuku for kare noya so that in confini dat die addictor die ze Pousset, zo hebben we nu. Amam en Kiri, toen de eidis van mijn last libi tapa pannasi. En afas van is mijn last libi na Fonfon, Katibo Sobu, langa weinig nyanyang. Je kies weinig nyanyang, je swaki, en je kies herpi zo siki siki. En zo is mijn kon last libi toen de eidis van. Apuset is een dictator die zin den occasie nog benven schreven eten voor veroordeling, voor gewoon veroordeling, voor strafu. Ako last libi, beden siksimu, ako last libi. Zodat hij anokies veroordeling. Van alle hoogrisado, anokies achteraf anokies van veroordeling schreven. Maar dat ben de ating akatibo ten. Sandra Kaberi, die deze Remy Polak van Kommerwijnen vertegenwoordigde, is blij dat er nog organisaties zijn die ons blijven herinneren aan onze geschiedenis, zodat wij onze helden niet vergeten. Adewan Bonsani, desma disi no gueso umar, desma sweti in akondre disi, desma las brudu trawan de chirden operidade gefasi. En mi briti tak stichting in sranan desa herdenk desma disi, pu desma disi. Nog vergeet zomaar. Tide, zondag 23 oktober. Tudusung, Tina Sixi. We herdenken aan Missie Dizzy. Trouwang sa herdenken kan de wan trafasi. Mi, lek familiere, mi sa herdenken wa her trafasi. Kan de mi odebov droefing. Sandra Kaberi, vertegenwoordiger van de DC van Kommerwijnen. Ze sprak gisteren te Sinabo in verband met de herdenking van de vredemoord op de slavin Missie Seri gisteren 273 jaar geleden.